lid van de VVD, Hans Wiegel. Wat fantastisch, hè? Dat is prachtig. En wie had het gedacht? Nou, heel weinig. Want u koos zo hard gronden voor Rita Verdonk. Nee, toen het tussen die twee ging. Ja. Dat hebben we de vorige keer besproken, weet u misschien nog wel. Ik heb in die keuze van wie de lijsttrekker moest worden helemaal geen standpunt ingenomen. Nee. Meneer Pechtold? Nee. Ik kan me toch nog wel een voorkeur herinneren, hoor. Ja. Maar u moest toch kiezen? Niet draaien, niet draaien. Nee, dat was Verdonk. U had een voorkeur voor Verdonk. Ik was er een voorstander van dat mevrouw Verdonk niet uit de VVD werd gegooid. Oh. Maar u heeft toch ook gestemd toen die interne verkiezingen was? Nee, heb ik niet gedaan. Heeft u niet meegedaan? Nee. Blanco gestemd? Ja. Maar wie had dit gedacht, meneer Omdat Wiegel? Ik vond, dat toen was er zo'n procedure in de VVD. Okay, dat was voor het eerst, van de lijsttrekker kiezen. Ja. Dat vond ik een waanzinnige procedure. Democratie. En daar deed ik dus gewoon niet Maar goed, mee. U heeft wel eens achter uw oor gekrapt. Jeetje, die Mark die flikt het me toch maar. En ik ga u nog heel even plagen. Opstelten. 35 zetels had hij gezegd. En u zat hier aan tafel en zegt dat is een ontzettend domme... Mag ik u even helpen herinneren aan wat u toen zei? Waar. Opstelten was enthousiast. Die zag het zitten in Rutte. Dom heb ik misschien niet gezegd. Nou, kijk, maar ik vond even, het zeer... Kijk even. Dat halen we nooit, hè? Moet je niet doen, man. Oké. Het is niet onmiddellijk 35 zetels voor de VVD. Nou, dat vind ik onbegrijpelijk. Want die gaan er wel komen. En dat is in 2011. Waarom zeg je dat nou? Huh? A, is het praktisch onhaalbaar... Ja. B, hangt het ook helemaal niet van jou af of die 35 zetels worden gehaald. Dat bepaalt de lijsttrekker. Mm-hmm. Kortom, je brengt Rutte in een heel moeilijke positie. Want stel je nou eens voor dat hij geen 35 zetels haalt, maar 22. Dat is niet eens zo vreselijk slechte tal. Nee. Dan zeggen de kiezers, nou, meneer Opstelten, 35 moest het wezen. U bent partijvoorzitter. Mm-hmm. Wat doet u met die Rutte? Dus het is heel dom geweest. Ja, dat is de spirit, 35. Nou, dat is absoluut. Maar ik dacht, dat redden we natuurlijk nooit na al dat interne gesodemiet. Wat voorspelt u voor mij? Hoeveel had u er in de laatste peiling? Nee, zeg maar. 11 nu. Nou, 13. Dan wordt het er 18. Twee erbij. Ja, dan wordt het 18. Nee, maar wacht even. Nu even serieuze business. Ja. Waarom haalt hij 13? Dat is enorm veel. Nee, serieus, op die ingewikkelde kiezer. Waarom haalt hij dat? Nou, ik denk dat het kan. Kijk, ik ben al van een ander onderzoek gelezen. Dat gebeurde vrijdag jongsleden. En daaruit bleek dat 1/4 van de kiezers nog helemaal geen standpunt had ingenomen. Dus als je een beetje de kijker weet te spelen in de komende tijd... dan heb je een behoorlijke kans. En wat is zijn kracht daarin? Van Pechtold? Nou, hij heeft dezelfde kracht als andere lijsttrekkers. Dus als niet de heer Pechtold hier zou zitten. Maar de aanvoerder van de SP. Of de heer Wilders. Ik zou ze allemaal 2 zetels meer geven. Dan gaan ze weer gelukkig naar huis. Maar dat is de bedoeling. Nou, die moeten er nog een mooi... De VVD had een goede uitstelling. De VVD had alle kaarten nog aan de borst. Dus wil ook eventueel regeren met de PVV. Zeker wel. Balkenende zegt nu eigenlijk al, als we het goed begrepen hebben... dat willen wij niet. Dus de VVD is eigenlijk nog de enige die het wil. Nou, de heer Balkenende heeft ook nu een opening gehouden. Ja. En er zijn verschillende mogelijkheden. We gaan eerst natuurlijk die verkiezingen doen. Maar waar ben je nou met je hele verhaal van... wij zijn de banenkampioen, wij zijn goed voor de economie... als je dat overdag overboord zegt voor iemand... die niks wil doen aan de AOW, die niks wil doen aan het ontslagrecht... en die zijn geld denkt te halen door de grenzen op slot te zetten... en denkt dat de dijken niet voor het water, maar voor de buitenlanders zijn gebouwd. Hebt u het nou tegen de Wilders of tegen mij? Nee, tegen u. Oh. Als de VVD Hebt u de heer serieus... Wilders gisteren gezien op de televisie? Als je als VVD... U zei zo pas van niet. Nee, maar ik volg hem wel al 5 jaar. Dat had u toch moeten doen. Ja, want wat hij daar zei over de AOW, daar kwamen van die voorzichtige bewegingen omheen. Nog, stel dat je daar nou eens wordt. Je gaat toch niet met als liberaal met een man samenwerken die 800.000 mensen in dit land zegt, je hoort hier niet thuis. Die knullen daar in Volendam, waren sneller geïntegreerd. Die zeggen, joh, jij hoort hier thuis. En wat gaan ze stemmen? En u dient de ouderen niet bang te maken dat die mensen die hier in uw tijd... toen de gastarbeiders kwamen, toen u minister was. U bent ervoor verantwoordelijk. En u gaat nu zeggen dat die kinderen hier niet thuis horen... door met Wilders te gaan regeren? Dat ga ik toch helemaal niet zeggen. Nou, u zegt dat het een prachtig idee is. U zit zich een beetje op te winden over in uw oude acties tegen de heer Wilders. Maar kijk eens, op de heer Wilders stemmen en op zijn partij stemmen een heleboel mensen. Ja, die moeten we serieus nemen. En die moeten we serieus nemen. Juist. Ja? En die mensen willen absoluut niet horen... Nee. dat hun partij verketterd wordt. Nee. Dus... Dat is een van de redenen waarom ik zeg, je moet die partij niet uitsluiten. Het is strategisch. En ik volg wat dat betreft dus ook volledig de lijn van de heer Rutte. Die zegt hetzelfde. En, maar is het voor u denkbaar dat er geregeerd wordt met de PVV? Waarom niet? Zet de Wilders dan op buitenlandse zaken? De heer Wilders heeft ook gezegd, als dat niet kan... Nou, dan wil ik ook wel dezelfde situatie doen als in Denemarken. Gedoogsteun geven.
Daar zit een collega-partij van de heer Wilders en die heeft hele grote... Maar meneer Wiegel, toch nog een vraag. U draagt het bedrijfsleven een zeer warm hart toe in Nederland. Ja? Ja. Toch? Jazeker. Ja. Het bedrijfsleven in Nederland zegt eigenlijk... Wilders moeten we niet hebben. We slaan een playfiguur. Wintjes heeft dat gezegd. We slaan een playfiguur in het buitenland. Ja, ik weet niet of dat zo is. Nee? Nee. Dat zijn ik geloof het ook niet zo. Ik doe dus in ieder geval aan die aanvallen niet mee. Je kunt er een paar stemmen door krijgen. Het gaat niet om aanvallen, meneer Wiegel. Het gaat om wat voor Nederland geven wij om 9 juni aan de kiezer. Is dat een Nederland van ons achter de dijken terugtrekken? Zeggen dat mensen hier niet thuis horen? Discrimineren? Of gaan wij als liberalen ervoor? Ga eens op dat argument van me. Ik moet het verhaal volmaken. Wij sluiten dus samenwerking met de PVV niet uit... Nee, dat is maar er is ook een andere coalitie mogelijk waar de VVD en het CDA aan zitten. Dat is een coalitie met de partij maar van mogen we het erelid nog even vragen om... Dus het... nee, wij... Nee, maar even niet die strategie. Even niet die strategie. Nou, de kwestie waar Pechtold zich over opwint, en met recht, denk ik... dat is dat Wilders niet geringe uitspraken heeft gedaan over de moslims in Nederland. Dat was keihard. Ja. Daar kon u het niet mee eens zijn. Nee. Sterker nog, heb ik ook gezegd, het zou zeer wenselijk zijn dat u zich daar hard tegen uitspreekt. Nee, ik heb de indruk dat de heer Wilders zich de laatste tijd zeer aan het matigen is. Maar zou het dan... En ik ga dus ook daarom op de lijn zitten dat er verschillende mogelijkheden zijn. En ik denk dat de lijn van de VVD top is. Als de VVD straks gaat meeregeren, en die kans is groot, maar niet zeker. Hè? Je kunt de grootste worden, maar de heer Den Uyl heeft het meegemaakt. Ook al word je de grootste, kom je in de oppositie. Hè? Dus alles kan nog. Maar ik denk dat het zo zal zijn dat wij gewoon vervolgens kijken... ook naar D66, maar zeker niet uitsluiten de PVV... met wie wij het meest van ons eigen programma kunnen realiseren. Daar gaat het maar een partij het dan om. Maar zou het niet van leiderschap tonen dat de liberaal Rutte zegt... dit is de grens, de samenleving. Ik neem die kiezers serieus. Ja. Maar ik ga niet met iemand die stelselmatig discrimineert... regeren. Ik ga niet de suggestie wekken dat ik hem een ministerspost geef. Okay. En dan zal hij misschien de komende dagen 3 zetels kwijt zijn. Maar dan heeft hij ook een echt liberale partij. En dan heeft hij de grens getrokken en dan heeft hij mensen in dit land het gevoel gegeven... dat niet een verdeelde afkomst, maar dat een gezamenlijke toekomst is... waar hij als premier aan wil werken. Nou, ik zeg er nog 2 dingen van. In de eerste plaats, ik denk dat er met de PVV inhoudelijk afspraken te maken zijn. En in de tweede plaats, dat zou ik begrijp de heer Pechtold namelijk wel, want die heeft er een belang bij. Hmm. Als de VVD zou zeggen, we gaan niet met de PVV in zee... en de VVD zal wel met het CDA de kern van een nieuwe kabinet vormen... dan heeft de heer Pechtold de troefkaart in handen. Zo gaat het dan. En wij gaan toch niet volgens hem mij, dat maar plezier wat doen? Wat hier door elkaar heen loopt, is het grotere schaken... Het grotere schaakwerk van het formeren versus zeg maar de principiële discussie. Nee, je moet het combineren. Het schaken is heel belangrijk in de politiek. Hè? Ja, altijd. En de doelstelling hoort te zijn zoveel mogelijk punten van je eigen programma te realiseren. En als dat kan met de partij van de Pechtold is dat prima. Maar uitsluiting van de PVV, dat doen wij gewoon niet aan mee. Meneer Wiegel, dit is waarom mensen misschien afhaken bij de politiek. Wanneer er een spelletje wordt gespeeld. Ik ben al 4 jaar... met de heer Wilders bezig over meningsverschillen, over ons mensbeeld. En dat doe ik niet 4 weken voor de verkiezingen. En ik ga zeker niet suggereren dat ik een partij met zo'n leider... serieus neem, serieus in een kabinet zou willen zetten. U kunt dat strategie noemen. Dan zijn die kiezers dubbel teleurgesteld op 10 juni... wanneer blijkt dat het een strategie van de heer Rutte en van u is geweest. Nee, hoe komt u daar nou bij? Omdat je ze dan alsnog niet serieus neemt. Ik kan het wel voor de 4e keer zeggen. Maar ik denk dat er inhoudelijk met de PVV tot zaken te komen is. Ik denk ook, want u hebt ook een behoorlijk goed programma... inhoudelijk met u tot zaken te komen is. En waarom gaan wij onze huid verkopen aan u door te zeggen... we gaan nooit met een ander, daar heb ik pijn er niet over. Maar tot slot. Even de eerste debatten, RTL-debat. Cohen, Wilders. U moest thuis blijven. U zat u op een houtje te bijten voor de televisie. Te twitteren. Wat u ook doet, kan niet schelen. Waarom moest hij thuis blijven? Hij mocht niet meedoen. Waarom niet? Nou, omdat hij zogenaamd te klein was. Nou, dat is belachelijk. Ja. Okay. Bij deze. Dank. Ja. Hey, dat is wereldnieuws. Dan gebeurt er het volgende. En ik ben benieuwd na afloop wat u gedaan had. Ja. Misschien dat u die mensen een keer aan kan pakken... in plaats van een kopje thee drinken. Dat u ze het land uit kan zetten. Misschien dat mag ik zijn. Heren, nee, ik wil nog één woord. Nee, Laatste opmerking. Nee. Meneer Wilders, blijf even luisteren. Nee, meneer Wilders loopt al weg. Allerlaatste opmerking. Meneer Wilders. Ja, een te beleefd of te onwennige Cohen. Stel, u had daar gestaan. Wilders loopt weg. Te beleefd kan sowieso niet. Ik vond het heel goed wat Cohen daar deed. Maar hij had veel sterker. En toen Rutte hem aanpakt, wat mij betreft... Nee, het gaat mij echt om dit moment. Dit moment had ik gezegd, meneer Wilders. Hij liep weg, hè? Ja,
Nee, ik had gewoon hem aangesproken. Want je spreekt tegen hem, maar je spreekt vooral ook tegen de mensen die daarachter zitten en denken dat dit de oplossing is. Dan had ik gezegd, u verwijt mij van burgemeester van Amsterdam dit en dat en zus. Ik ben 10 jaar burgemeester van Amsterdam geweest. Dat was de tijd dat de VVD u grootbracht. Dat was de tijd dat de VVD mevrouw Verdonk grootbracht. Dat was de tijd dat u polariseerde en mensen in dit land tegen elkaar opzette. Dat was de tijd dat ik in mijn wijken die problemen had. En ik heb daarvoor gestaan. Bij Van Gogh heb ik het verhaal gehouden wat Nederland wilde horen. En dat doet u mij nog niet na. Dat had hij kunnen zeggen en ik zie het Cohen ook doen. Heren, dank. De Soldiers.